leuk dat je kijkt. We hebben zojuist de 7e Lightning Talk editie gehad van de Utrechtse Communicatiekring. En ik ga even een rondje maken hier bij de borrel. Om te kijken wat de mensen ervan geleerd hebben. En wat de grootste takeaways zijn. En hoe ze morgen meer geïnspireerd zijn dan eerder. Ga je mee? Ja, we hebben een heel gevarieerd programma gehad. Van verschillende sprekers die over verschillende onderwerpen spreken. En ons iedere keer weer verrassen. Want dan denk je bij de eerste spreker. Van nou, ga daar nog maar eens overheen qua kwaliteit en qua snelheid en qua interessant programma en verhaal. Dan word je weer verbaasd door het volgende verhaal. En zo gaat het de hele avond door. Ja, dat is perfect. Dat is hartstikke leuk. Ik vind het sowieso de hele avond heel erg leuk. Dat juist al die verschillende invloeden, al die verschillende verhalen, ja, dat inspireert mij sowieso al. Door te vervagen zorgt ervoor dat de schaamte die zij bij het onderwerp voelen, plek kunnen krijgen. Zonder gezichtsverlies. Ik neem een andere ingang, maar ik betreed wel hetzelfde huis. Ik denk dat ik het meest leuke vond dat je, het was ook een uitdaging meteen, dat je echt moest toetspitsen op één onderwerp. En dan niet de nuance, maar gewoon wat wil je zeggen en dat op diverse manieren brengen. En ik hou er heel erg van om een beetje te choqueren, dus volgens mij heb ik dat wel gedaan. Dat vond ik heel leuk. Ja, ik vond de Shuma voordracht wel heel erg interessant. Dus schaamte, wanneer schaam je wel, wanneer schaam je niet. Ik ga er heel goed over nadenken. Ik heb een paar quotes van haar opgeschreven. Daar moeten we iets mee, van gewoon wat opener zijn over dingen. En dat is het ware, je moet meemaken en niet van je af zien te krijgen. Dat is wat Cicero ons leert. Maar je zat natuurlijk wel vast aan dat concept van 20x20. Wat vond je daarvan? Nou, dat is killing. Dat is echt zo heftig. En dat betekent, ik heb het heel vaak moeten oefenen. En ik had allemaal bruggetjes bedacht. En ik heb de dia's waarmee ik oorspronkelijk begonnen was, heb ik eruit moeten gooien. Ik heb het helemaal terug moeten brengen tot de essentie. Weet je wel, kill your darlings. Weg met al die overbodige fratsen. Maar ik vind het wel heel leuk om jezelf uit te dagen. En dat is misschien wat geheim van de Petja Kucha. Omdat die spreker meer beeldend moet denken. Maar realiseer je, welk beeld heb jij in je achterhoofd over mensen en hun psychische aandoening? En klopt dat beeld? Dus zodra je er een woord over gaat voeren of er iets over gaat schrijven of communiceren, denk even, welk beeld communiceer ik? Ik vond het wel een hele mooie ervaring en ik had ook het gevoel, en dat vond ik eigenlijk het mooiste, dat mensen echt luisteren. Dus mensen echt graag wilden horen. Wat vond je dan van de andere verhalen en de combinatie van de hele avond? Nou, hartstikke leuk. Alles wat je kan verzinnen kan voorbij komen. Van wapperende was, tot psychische aandoeningen, tot kunst uit de 16e eeuw, tot nou, noem het maar. Ja, en dit was al de 7e keer. Moeten we ermee doorgaan als Utrechtse Communicatiekring? Als ik de reacties nu hoor en ook net in de zaal, dan moeten we zeker doorgaan. We hebben steeds een groter theater nodig. Dat is denk ik ook het beste antwoord.